Dat wijn staat op meerdere plekken, dus het wordt voor onze medewerkers ook bijna niet te doen om alles af te schermen. En we willen natuurlijk voorkomen dat de kroeg zich naar de straat verplaatst. Daarom komt er voor alle winkels en horecaafhaalpunten die alcohol verkopen een verbod op de verkoop van drank na 8 uur 's avonds. Wij hebben medewerkers die jong zijn in de winkel zitten tussen 8 en 9 uur 's avonds. En wij vinden het niet verantwoord dat die de discussie over wel of geen alcohol verkopen aangaan. Wij vinden dat niet veilig en niet verantwoord. Medewerkers vinden het heel fijn, want kijk, onze medewerkers moesten eerst die 1,5 meter aanhouden. Daarna kwam het karretje, daarna kwam 1 persoon in de winkel, toen kwam het mondkapje. En nu moeten ze ook nog controleren wat er in het karretje zit. Ja, dat gaat ons te ver. En onze medewerkers zijn dus gerustgesteld. Die kunnen tot 8 uur werken, hoeven geen discussie met de klant aan te gaan. En wij zien ook wel dat er wat meer agressie bij de klanten is. En dat voorkomen we nu. Kijk, uiteindelijk denk ik dat we een schap nooit helemaal af kunnen sluiten. Legaal is sowieso geen optie. En op het moment dat een klant toch weer met een fles bier of een fles wijn naar de kassa gaat en discussie aangaat, hebben we een probleem. En wij hebben ook second placing in de winkel en dat betekent, dat is een supermarkttermpje, dat wijn staat op meerdere plekken. Dus het wordt voor onze medewerkers ook bijna niet te doen om alles af te schermen. Nou, wij zullen denk ik wel een klein beetje omzet verliezen. Maar aan de andere kant is het ook zo, doordat de horeca dicht gaat, winnen we ook weer omzet. En de omzet kan tussen 7 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds gemaakt worden. Iedereen werkt thuis in Nederland, er zijn geen sociale verplichtingen meer. Er is geen sport meer. Dus ik denk dat alle mensen tussen 7 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds heel goed hun boodschappen kunnen doen. En dat we dat kleine beetje omzetverlies eigenlijk prima kunnen compenseren. Wij verwachten wel dat een aantal mensen dat niet leuk zullen vinden, maar we kunnen het wel heel goed uitleggen. En dat vind ik belangrijk. Het gaat om de veiligheid van onze medewerkers en uiteindelijk gaat het om de veiligheid van iedereen in Nederland. En daar werken we op deze manier aan mee. En mochten er toch problemen ontstaan bij de deur om 8 uur? Hebben jullie... Nou, op het moment dat er problemen ontstaan, dan zullen wij daar gepaste maatregelen op nemen. En wij hebben wel geleerd dat we bij de ene winkel wat meer problemen zullen verwachten dan de ander. En daar waar we ze verwachten, zullen we dan wat beveiliging inzetten.